Olkiluoto. Op dit eiland wordt binnenkort een derde van alle Finse energie opgewekt. Kernenergie. De reactoren Olkiluoto 1 en 2 staan hier sinds de jaren 70. Olkiluoto 3 is Europa's modernste reactor en start normaal dit jaar op. Vanuit de hele wereld is er interesse voor deze plek. Niet voor de centrales, maar voor een ander bouwproject dat erg tot de verbeelding spreekt. This is the first site that has a construction license to build final repository for nuclear used fuel. Kernenergie is propere energie, zeggen de voorstanders. Maar er is iets waar niemand omheen kan. Eens de hoogradioactieve splijtstof is opgebruikt, vormt ze een probleem. Ooit leek dit een goede oplossing om af te geraken van langdurig radioactief afval. België was een van de laatste landen die tot in de jaren 80 vaten vol kernafval dumpte in zee. Een gruwelijke oplossing, weten we vandaag. The Finnish people are very practical. And when we had the law that you cannot take out any of your used fuel, Finns just decided that we will take care of the thing ourselves. Basically, when you have cooled it for 40 years, then it's ready to be put down. Dit is de ingang naar de definitieve rustplaats voor het Finse kernafval. Een tunnelcomplex kilometers lang, 500 meter diep in het rotsgesteente. Hier moet het afval minstens 100.000 jaar onaangeroerd kunnen liggen. Even herinneren, de oudste Egyptische bouwwerken zijn 5.000 jaar oud. Something big coming up. Van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds werken hier bijna 50 specialisten in twee ploegen. Maar er is geen tijdsdruk. Dit tunnelcomplex brengt geen geld op zodra het af is. Het werk moet in de eerste plaats secuur zijn. Johanna Hansen volgt de werkzaamheden nauwgezet op en geeft ons een idee van de totale opslagcapaciteit. Approximately 5,500 ton of uranium. That is approximately the amount what will be disposed of. And it requires the 3,000 canister holes requires around 100 deposition tunnels, and each tunnel is 300 meters. So altogether there will be around 30 kilometers of those deposition tunnels, and of course there are the other rooms and the cavities to be able to get down here. Vanaf 2020 kunnen de eerste capsules in de kokers. 100 jaar later gaan de laatste erin. Dan zal het project naar schatting 5 miljard euro hebben gekost. Geld dat veilig zit in een fonds beheerd door de overheid. Rond het jaar 2120 wordt dit helemaal volgestort met beton. Een graf dat nooit meer open mag. As a geologist, I do trust the Finnish host rock, the Finnish bedrock, which age is like several thousand of million of years. So this is just a fraction of time, this 100,000 years. Exactly, that's really a small period in the whole lifetime of this whole rock. Of course the world will change, but this place here will remain as it is for very long periods. Het gebied rond Olkiluoto is dun bevolkt, maar de mensen die er wonen zijn niet massaal tegen het project. Voor de gemeentekas van het nabijgelegen Eurajoki is het een prima zaak. Juha Jakola's familie woont hier al vele generaties. 30 jaar lang zat hij zelf in de gemeenteraad. Hij was erbij toen de beslissing viel, maar was er wel altijd tegen. Geologisin perustein haettiin, käskettiin hakea hyvät paikat, hyvä paikka. Löytyi 100 paikkaa, mutta siinä ei ollut Eurajokea. Ja sen jälkeen kysyttiin, että missä on Eurajoki, niin Eurajoki lisättiin siihen listaan. Dat het radioactieve afval uiteindelijk hier onder de grond komt, heeft dus meer te maken met de gunstige publieke opinie dan met de ondergrond zelf. Suomessa on paljon parempiakin paikkoja kuin Olkiluoto, mutta yleinen mielipide ei niissä kunnissa ole myötämielinen, missä olisi todella syrjässä ja ehjäs kallioperä. De specialisten zijn er toch helemaal zeker van dat deze onomkeerbare beslissing de juiste is. Elke stap gebeurt transparant en dat lijkt de meeste Finnen te overtuigen. There's nothing mysterious about it. It's everybody knows what it is to handle with
fuel material, which is nuclear, and it's a common knowledge that what you should do with it and how long does it take to when it's radioactive and so on. The more you know, the less you fear, and the less you know, the more you fear.